President Chandrika Prasad Santokhi arriveerde gisteren met zijn delegatie in Azerbeidzjan, waar de 29e VN-klimaattop wordt gehouden. Bij deze aankomst werden zij verwelkomd door landbouwminister en Azerbeidzjaanse ambassadeur voor Suriname. Direct na aankomst startte president Santokhi met een druk programma rond de klimaattop. Op de eerste dag bracht Santokhi een beleefdheidsbezoek aan president Ilham Aliyev, waar hij zijn dank uitsprak voor de gastvrijheid en de organisatie van COP29. De president benadrukte Surinames positie als een van de meest beboste en koolstofnegatieve landen en onderstreepte het streven om ondanks nieuwe offshore ontwikkelingen duurzame doelen na te streven. President Aliyev deelde Azerbeidzjans 30 jaar ervaring met offshore olieproductie en toonde interesse in kennisdeling op gebieden zoals de olie- en gasindustrie, landbouw en onderwijs. Concrete stappen werden besproken om de relatie tussen Suriname en Azerbeidzjan te versterken. Zo wil Azerbeidzjan studiebeurzen aanbieden aan Surinaamse studenten in de olie- en gassector en is er interesse in investeringen in de Surinaamse agribusiness. Daarnaast zullen gesprekken worden georganiseerd tussen Staatsolie Suriname en de Nationale Oliemaatschappij van Azerbeidzjan, SOCAR, om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Beide staatshoofden waren het erover eens dat dit bezoek een startpunt kan zijn voor verdere intensivering van de samenwerking tussen Suriname en Azerbeidzjan. Met plannen om binnenkort 2 samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen.